Mentale welzijn is belangrijk bij kinderen voor hun toekomst. Daarom moet er reeds van jongs af aan worden gewerkt aan een goede mentaal sterk fundament voor het kind. Dit zegt Angela Ramyan, yoga-instructeur aan onze redactie. De yoga-instructeur zei dat het geestelijk en mentaal begeleiden van kinderen nodig is voor het weerbaar maken voor uitdagingen in het verder leven. Kinderen hebben vaak een aparte manier van het zich uiten. Het mooie in de behandeling hiervan is dan de ouderlijke begeleiding. Dan ontwikkelt bij het kind een evenwichtige en een stevige persoonlijkheid voor het kind. En daar kunnen ze ook dus beter omgaan met uitdagingen in het leven. Ramjan is verder van mening dat ook het begeleiden van kinderen met een traumatisch verleden belangrijk is. Deze is vaak een vergeten groep die evenveel als niet meer begeleiding behoeft. Ja, die kinderen die hebben waarschijnlijk geen ouder of ze zijn of de ouders kunnen het kind niet verzorgen. Dus het kind heeft eigenlijk voelt zich afgewezen, heeft een laag zelfbeeld, een lage eigenwaarde. Weinig zelfvertrouwen. En yoga en mindfulness biedt ook dat je weer je eigen beeld kan opkreden, dat je ook meer zelfliefde kan ervaren voor jezelf, de liefde en de warmte, maar ook naar je omgeving toe. Meer hierover in ons programma In Gesprek met Woensdag om 5 uur op 12.1.